schoenen kan proberen, de vetste schoenen kan proberen, die er dus zijn. Een hele goede dag dames en heren en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Bastiaan en ik ben begonnen deze ochtend met douchen. En nu ga ik de vaatwasser uitruimen. Dit zijn dingen waar je eigenlijk niet zoveel zin in hebt, maar toch moet gebeuren. En ik had gisteren een heel mooi gesprek met mijn moeder over dit soort dingetjes waarvan zij vroeger heel vaak zei: Bas, ruim nou eens je spullen op. Bas, ga eens even de vaatwasser uitruimen. Bas, doe nou eens dat. Bas, doe eens dat. Omdat hij dan in een huis woont met z'n vieren. Dus mijn vader, mijn moeder, mijn broer en ik. En dan heb je gewoon taken. Iedereen heeft een taak. Iedereen heeft gewoon iets in het huishouden wat hij gewoon moet bijhouden. Al is het gewoon je eigen shit opruimen. En ik had er wel een mooi gesprek over met mijn moeder. Want we gingen het er zo over hebben dat vroeger zei ze dat heel vaak tegen mij van ruim eens je dingen op. Ook al was ik best wel netjes. Ik liet heel vaak gewoon een bordje slingeren. En het gekke is eigenlijk dat ik daar nu zelf ook niet zo goed tegen kan. Als dat is gebeurd. En het is wel grappig om het dan dus terug te zien. Dat je denkt bij jezelf: wauw, wat was ik vroeger kut dat ik dat deed. Dat ik niet mijn spullen opruimde. Terwijl, als ik dat zelf nu doe, denk ik bij mezelf: pas, waarom ruim ik mijn spullen niet gewoon even snel even op, joh. Kom, ruim het even snel in de waterwasser en is het toch weer klaar. En dat is wel iets waar ik eens over had en dacht bij mezelf: als ik later kinderen krijg, is dat het eerste voorbeeld wat ik ga zeggen tegen hen is: oké, je hebt nu geen zin om wat op te ruimen. Dat weet ik. Ik ben daar ook geweest op dat punt. Je hebt 100% geen zin om het op te ruimen. Dat weet ik ook wel. Alleen, weet dat je op een punt gaat komen in je leven dat je dit ook vervelend gaat vinden. Dus als je er nu mee begint, voel je jezelf veel beter. Omdat je dus gewoon nu al begint met die dingetjes te doen. Zodat je dan ook jezelf niet aan gaat irriteren. Nou, ik weet niet of dat verhaal redelijk duidelijk was, maar voor mij was het wel redelijk duidelijk. Ben ik wel een beetje moe. Het is 10:00 AM, maar ik heb niet zo heel goed geslapen. De laatste week word ik regelmatig midden in de nacht wakker. Van wat weet ik ook niet, maar het is een beetje irritant. Dus dat is niet zo heel erg fijn. Maar nu gaan we eens even lekker ontbijten. Het eerste videootje van de dag is afgerond. Hele mooie timing. Het is nu net 12:30. En ik kwam er dus achter dat ik beter misschien niet met mijn telefoon meer kan filmen als ik mijn AirPods in heb. Want dan klinkt het gewoon echt voor geen ene meter. Dan het geluid komt dan alsnog uit de microfoon van mijn telefoon. En zoals jullie zagen in vlog 310, als je het nog een beetje kan herinneren misschien. Ja, klonk dat gewoon echt heel slecht. Het was echt heel slecht, omdat het dus... Ik wist niet dat de microfoon niet via mijn AirPods ging. De microfoon gaat dan via mijn telefoon. Nou ja, dat is natuurlijk super raar eigenlijk als je dus oortjes in zou hebben. Maar prima, het is nou eenmaal zo. Dus dat ga ik dus ook niet meer doen. Dan ga ik lekker weten dat ik gewoon oortjes in moet doen als ik dus met mijn telefoon film. Of ik doe gewoon mijn telefoon alleen maar vasthouden. Dat was geen goede zin, geen Nederlandse zin. Ik hou mijn telefoon alleen maar vast als ik film met mijn linkerhand. Want dan raak ik de microfoon niet aan. Dit zijn ook allemaal dingen waar ik mooi van leer natuurlijk. En dat is allemaal heel fijn. En nu ga ik even lekker mijn was opruimen. Ik heb een aantal dingen gewassen gisteren. Zoals die broek die ik gisteravond aan had naar mijn oma. Die was blijkbaar nog een beetje vies. Wist ik niet, dus ik had een vieze broek aan gisteren. Ik zag er nog zo netjes uit. Maar hij schijn bedriegt, zeggen ze dan wel eens. Hij is ook serieus al bijna droog. Want als je hem lekker zo uithangt, ja, dan werkt hij wel eens. Oh ja, en wat ik dus ook heb geleerd. Sinds dat ik op mezelf woon, is dit. Hier kun je dus gewoon je broek aan ophangen aan de lussen. Dus als je hier je lusje in doet en aan de andere kant een lusje erin doet, kun je je broek dus deze manier uithangen en dan droogt hij gewoon. Kijk dan, hoe netjes is dit? Dit zijn van die dingen waar ik dan echt oprecht blij van kan worden. Dat ik dan bij mezelf denk, hoppakee, hang ik er even op. Dat ik bij mezelf denk, mensen zijn zo geniaal. Auw, oh, mijn kleine teen. Dat is mijn kleine been. Oh, ik moet echt opletten. Oh, dat is zo'n naar gevoel is dat. Oh. Dat deed ik zeer. Oh, dat deed echt heel veel pijn. Oh ja, een leuk feitje trouwens. Ik had gisteren in mijn Instagram story gezet. Ik kwam erachter dat een zout- en pepervaatje, deze, of in ieder geval een zout- en pepermolen, stond Peugeot op. En ik dacht bij mezelf, dat is raar. Waarom staat er Peugeot op? Is het dan van hetzelfde merk als de auto? Of is het dan gewoon eenzelfde... Is dat gewoon een merk wat ook Peugeot heet, wat dus die dingen maakt? Blijkt dus zo te zijn, heb ik ook in mijn Instagram story gezegd. Als je me nog niet volgt op Instagram, volg me dan even zeker beneden. @vandenheuvelbas.
Heel simpel. Ik ben er achteraan aan het gaan om het Bastiaan te doen. Maar dat komt uiteindelijk wel een keer vanzelf als dat gaat lukken. Zodat het voor jullie makkelijker is om mij te vinden. Maar Peugeot is dus begonnen met pepermolens en zoutmolens. En daarna zijn ze auto's gaan maken. En net vond ik ook een leuk feitje over Citroën. En dat is ook wel heel erg leuk om te vertellen. Want Citroën, of ja, nou zei ik helemaal geen leuk verhaal. Maar Citroën is eerst begonnen met tandwieltjes in een fabriek. Eigenlijk is het van oorsprong een Nederlandse eigenaar. En vervolgens was een diamanthandelaar, die man. De vader van de man die Citroën op heeft gezet was een diamanthandelaar in Nederland. En vervolgens ging hij naar Frankrijk toe om te helpen met een tandwielenfabriek. Die heeft hij vervolgens opgezet. Die is heel succesvol geweest. En daarnaast hebben ze in een oorlog 90 miljoen, één van de twee, granaten gemaakt, handgranaten gemaakt. Ja, daar staat Citroën dus ook bekend om. En vervolgens zijn zij begonnen met een autofabriek, eigenlijk. Ze zijn een autofabrikant geworden, hebben ze één auto gemaakt en daar hebben ze 10.000 stuks van gemaakt. En vervolgens zijn zij Citroën geworden hoe het deze dag is. Dat soort dingen vind ik echt ontzettend leuk om dan te weten, die weetjes, over dat soort random shit. En dan denk ik bij mezelf, ik vind het hartstikke leuk om dat dan ook met jullie te delen. Oh, lekker. En kip. Heerlijke kip. Het is voor mij echt een heerlijke zondag waarin ik lekker op mijn kamertje zit te werken. En dan zometeen natuurlijk mijn brommer op halen. Maar ik heb iets heel vets gevonden. Even Face ID. Ja, helemaal goed. Er is namelijk een app en ik ben heel benieuwd of die werkt. Die app zie ik net voorbij komen op Instagram. En die zegt dus dat je dan schoenen kan proberen, de vetste schoenen kan proberen, die er dus zijn, vinden mensen natuurlijk, want dat is heel relatief. Nee, dat is heel subjectief. Natuurlijk kun je zelf bepalen of jij die het vetst. Maar er zijn heel veel schoenen, heel veel dure schoenen die je dan aan zou kunnen doen met augmented reality. Als je niet weet wat augmented reality is, dat is eigenlijk heel makkelijk uit te leggen. Reality betekent natuurlijk realiteit, dus wij leven nu in de realiteit. En dat is gemaakte realiteit. Dus jij richt je telefoon ergens op, je camera ergens op en dan komt er iets tevoorschijn. Zo ook in deze app. En als het goed is, is hij bijna gedownload. Hij is nu op de helft met zijn download. Ik heb hem een 4G aanzetten, want dat gaat dan veel sneller. Virtual reality is natuurlijk een virtuele wereld waar je dan in kan leven, die dus volledig nep is. Nou, augmented reality is dus best wel vet en dat kun je dus echt op heel veel dingen toepassen. Dat doet Google met Google Maps, doet dat bijvoorbeeld ook. Daar kun je bijvoorbeeld je camera richten. Moet je maar eens even in je Google Maps app gaan, als je op je telefoon zit, nadat je deze video hebt gekeken. Dan kun je ze richten op de straat en dan zie je de straat en dan zie je ook precies hoe de wegen lopen. En dat is een soort van neppe versie van augmented reality. Wat wel werkt is bijvoorbeeld als je in de stad loopt en dat doet, dan zie je dus ook echt waar de winkels zijn en dan laat hij dat ook zien in de app zelf. Het beeld wat je filmt, als je snapt wat ik bedoel. Nou, de app is in ieder geval nu klaar. Dan ben ik heel benieuwd. First AR sneaker thing. Oké, let's start. Accept. Ik zie hier nu allemaal schoenen. Ik ga natuurlijk wel even schoenen pakken die ik wel een beetje mooi vind ook. Oké, ja. Ik vind Yeezys vind ik altijd wel vet. Die heb ik altijd al gewild willen hebben. Dan gaan we die toegang geven tot mijn camera. Geen toegang tot mijn berichten. Nou, wat we nu gaan doen is, ik ga mijn voeten hier neerzetten. Met mijn mooie kerstsokken trouwens. Ja, het is alweer bijna kerst. Het is alweer bijna kerst. En dan ga ik mijn camera richten op mijn telefoon. En dan zie je dus gewoon dat ik schoenen aan heb. Ik heb Yeezys aan op dit moment. Kijk dan. Hoe vet is dit? Ik vind het echt ontzettend gruwelijk. Ja, je ziet natuurlijk wel lelijk uit met mijn sokken. Maar ik vind ze wel dope. Dit vind ik echt een hele dope app, zeg. Ik moet hem iets verder weghouden, zie ik. Ja, nou, dan gaan we de volgende schoenen proberen. Bijvoorbeeld deze schoenen die ik nooit zou kopen. Gucci schoenen. Ik vind ze echt rete lelijk. Maar, nou ja, kijk maar. Oh, dat is de volgende. Wat is dit nou? Nou, dit zijn ze. Ik voel me zo'n ontzettende sukkel. Oh, ik wil dit niet. Oh, ik wil dit niet vertellen. Oh. Mijn brommer zou klaar zijn vandaag, het klopt, en dat is hij weer niet. In ieder geval vooralsnog niet. Het is nu 19:37, staat hij op de oven en hij is nog niet klaar, want die reden hoef ik niet te vertellen, dat is allemaal privé, maar hij is nog niet klaar. Dus ik ga weer niet aan jullie laten zien hoe hij eruit ziet. Wat ik wel aan jullie laat zien is iets heel grappigs. Ik ging net eten bestellen en ik vond het zo bizar. Het sloeg echt nergens op. Maar ik keek in mijn thuiszorg en ik wilde een burger bestellen. Een burger
een lekkere burger, maar ik vind jalapeno's heel lekker, want ik hou heel erg van pittig eten. Ik wilde spittig zeggen, maar ik hou heel erg van pittig eten. Dus ik wilde jalapeno's extra erbij bestellen. Nou, wat gebeurt er dan? Iets heel raars. Komt dit in beeld staan. En als je goed oplet en als je oud genoeg bent om alcohol te drinken, dan valt het je heel snel op dat als er ergens alcohol wordt verkocht, dat erbij staat een percentage van hoeveel alcohol erin zit. Nou, hier staat dat er 38% alcohol in zit in de rode jalapeno's. Nou, dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Maar toen ik het zag, moest ik wel echt heel hard lachen. Omdat dat is dus iets wat iemand fout heeft gedaan. Maar ik snap ook niet dat dat fout kan gaan. Ze kunnen gewoon maar wat invullen. Dat zul je altijd zien. Op het moment dat je dus eten bestelt een keertje, is het ook nog eens echt veel te laat. Het is serieus nu? Waar is mijn telefoon? Hier is mijn telefoon. 21:11. Het zou echt een half uur geleden moeten zijn. Een half uur geleden. Als ik goed nadenk, een half uur geleden. Maar ja, in ieder geval, we hebben besteld een burger met saus. En die zit als het goed is extra jalapeno's op. Frietjes zitten erbij. Ik ga meteen een lekker frietje. Helemaal top. Ik heb een lekker biertje gepakt. Een expeditie Robinson is op dit moment echt super leuk. Ben ik echt van aan het genieten. Helemaal top. En ik ga even lekker eten, jongens. Zo, dan hebben jullie in ieder geval nog gezien wat erin zat. Want het is een heerlijke hamburger met frietjes, met some saus. En ik heb er ook nog dit bij gekregen. En in de vriezer, daarachter in de keuken, ligt nog een lekker bakkie Ben & Jerry's op mij te wachten. Expeditie Robinson was weer helemaal zoals het hoort te zijn. Echt super leuk. Ik heb daarna ook nog eens eventjes Ranking the Stars gekeken. En daar kan ik ook echt zo ontzettend om lachen. Eigenlijk sowieso vind ik cabaretjes en comedy altijd top om te kijken. Maar nu is het wel tijd om lekker te gaan slapen. Morgen vroeg op. Want dan hebben we een massage gepland staan. Daar heb ik echt mega veel zin in. Dat snap je ook wel. Want mijn rug zit nog steeds echt heel erg vast. En dat komt voornamelijk natuurlijk doordat vele reizen in andere bedden slapen. En die vliegtuigstoelen zijn gewoon niet heel erg goed voor je rug. Als je dat te vaak doet. Ja, morgen. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Dus ik wil je bedanken om te kijken naar deze video. Vind je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Kijk anders even die twee video's aan die kant van mij staan. Abonneer ik even op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe video om 3:30. Dat is het enige wat ik wil zeggen. En dat is later. Tot morgen.